Flora is een hoger opgeleide persoon en zij wist dus wel duidelijk waar zij naar op zoek was. En dat was vooral in de eerste plaats bij haar werk vinden, maar ook Nederlands kunnen oefenen. En wij zijn begonnen met heel vaak hier op de Corda Campus af te spreken om samen de cv te gaan opstellen, om samen een LinkedIn-profiel te maken, een sollicitatiebrief. En we hebben in het begin heel erg gefocust op dat werk vinden. Ik vond het een heel leuk traject, enerzijds met Flora, door haar te leren kennen, maar ook een andere cultuur leren kennen, andere eetgewoonten, want zij had altijd de leuke gewoonte om, als we afspraken, iets lekkers mee te pakken. Flora is moslim, haar man ook, en in mei, denk ik, als ik het me goed herinner, was het suikerfeest en daar heeft ze ons op uitgenodigd. Ja, dat verbreedt uw blik op de wereld en ik denk dat u alleen maar beter maakt als mens zelf. Het geeft een goed gevoel om ook op deze manier te kunnen bijdragen. Ze heeft het zelf ook gezegd in een laatste gesprek met Ilse. Rut was eigenlijk iemand waarvan ik niet wist dat ik ze nodig had.